Wie is Esther Nijman? Wie is Esther Nijman? Ja, Esther Nijman die komt uit Halen en die heeft para-badminton voor 2 jaar geleden ontdekt door een advertentie in de krant. Vanuit welke invalshoek ben je daar naartoe gegaan? Ik zat toen op zwemmen en ik zocht eigenlijk nog een andere uitdaging waar ik mijn ei zeg maar toch wel in kwijt kon. Je zegt je ei kwijt, want het is een diversiteit aan parasporters hier. Een diversiteit, ja, het zijn mensen met, zeg maar, met een beperking. En voel ik mij zeg maar, goed bij, zeg maar, omdat ik zelf zeg maar, ook een beperking heb. Zeg maar. Dus dan ga je toch, als je zeg maar, valide speelt, zeg maar, ga je toch misschien wat meer, nog meer je best doen, omdat ik toch ook wel graag wil winnen. Wat dan niet altijd goed is voor mijn gezondheid, zeg maar. Dus daarom heb ik eigenlijk gekozen voor badminton en dat kan ik hier ja, perfect gewoon doen. En hoe ging het verder? Want jouw carrière, dat ging heel snel. Mijn carrière ging heel snel. Ja, ik heb eigenlijk eerst niet meegedaan zeg maar, met het toernooien. Zeg maar. Je hebt voor die tijd, voor het NK heb je wel wat toernooien. Zeg maar maar ja, je bent natuurlijk vrij om te gaan en staan waar je wil. Dus ik had nog maar 1 toernooi gehad zeg maar, in februari. Zeg maar, waar, ik mij, nou ja, waar het op zich heel goed ging. En toen kwamen zeg maar, het NK kwam eraan. En dat ging eigenlijk ja, heel goed. Speel je in bepaalde klasses dan, Esther? Ja, je hebt zeg maar, je bent verdeeld zeg maar, je hebt natuurlijk ook met rollers te maken en je hebt zeg maar met mensen te maken die zeg maar dus een beperking hebben, net zoals mij, staande mensen. Dus daar wordt wel een schifting in gemaakt en in mannen en vrouwen. Dus en dan spelen we ook dubbel mannen en vrouwen en soms is het zo dat je ook nog mixed dubbel hebt, maar dat is ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel mensen zich opgeven zeg maar per toernooi. Je bent ook heel fanatiek, heb ik gehoord. En met de groep zelf, hoe is het in de groep? Hoe gaan jullie met elkaar om? Ja, wij gaan eigenlijk heel goed met elkaar om. Wij plagen elkaar natuurlijk wel eens met onze beperking. Dat is niet altijd, dat wordt altijd wel met een korreltje zout genomen. Iedereen kan zeggen wat hij wil. Dus er is gewoon wederzijds respect. Naar iedereen, zeg maar. Dus ja, dat is gewoon heel erg mooi. En dan voel je je gewoon heel fijn. Het is echt een saamhorigheid. Ja, het is echt een saamhorigheid. Maar het is ook wel, onze trainer Jan. Ja, die doet dat gewoon echt perfect. Ja, die voelt dat gewoon zo goed aan. Die weet gewoon welke mensen die voor zich heeft en hoe die met de mensen om moet gaan. Is het zo dat je met een beperking meer je best moet doen in deze maatschappij? Hoe ervaar jij dit? Ja, ik denk dat ieder mens gewoon uniek is, zeg maar. En iedereen dat mag zijn hoe die is en hoe die zich gedraagt, zeg maar. Ik ben zoals ik ben en ik ben goed zoals ik ben. En iedereen, dat is gewoon te accepteren. Maar ik bedoel, ja, zo is het en niet anders. Jan Stemper van AB Badminton Salland. Jan, wat is AB Badminton? AB Salland staat voor aangepast badminton Salland. Jij zegt zo even aangepast. Wat is aangepast, Jan? Dat is eigenlijk voor iedereen die een beperking of een handicap heeft. Er zijn wel officiële regels in het gewone circuit, maar voor ons geldt dat eigenlijk wel voor iedereen. Of je een lichamelijke beperking hebt, geestelijk. Maar voor ons geldt het ook voor mensen die bijvoorbeeld in de GGZ heel zwaar hebben en dan bijvoorbeeld aan het afkicken zijn. Die zijn bij ons ook welkom. Dus eigenlijk staan wij er wel heel erg breed in. Hoeveel leden heb je op dit moment, Jan? En zie je nog groei daarin? Op dit moment zitten we op 22, 23 leden. Waarvan we wat G-spelers hebben, wat recreatieve spelers en ongeveer de helft ranglijstspelers. Dus die in de top van Nederland-België meedraaien. En ja, ik geloof erin dat we nog heel erg kunnen groeien. Dat gaat ook gebeuren. Want dit is eigenlijk, zijn het allemaal lokale spelers. Ik denk dat 80-90% echt uit Raalte komt en een paar hier uit de omgeving. Esther, hoe trots ben je dat Esther vanuit jullie club kampioen is geworden? Nederlands kampioen. Sowieso heel erg trots. Helemaal hoe ze binnenkwam en dat je het gelijk al wel kon zien. Ze is denk ik de fanatiekste die we hier hebben, samen met een ander.
En als ze verliezen, zijn ze niet te genieten. Als het niet goed gaat, zijn ze niet te genieten. In het veld zijn ze bloedfanatiek. En die wil ook echt trainen. Die wil ook echt beter worden. En ja, daar zijn we heel trots op. We hebben 3 Nederlands kampioenen in onze vereniging. 2 nog uit Raalte. Maar ja, Esther, daar ben ik echt heel erg trots op. Dus ik begrijp, Jan, je blijft nog heel lang hier bij deze club om heel veel nog te realiseren. Ja, in principe is het doel om iedereen met een beperking en handicap, die moet in beweging komen. Ik zou zeggen, kom allemaal in beweging en wat doen. En Esther, ben je een beroemdheid aan het worden nu? Nee, valt wel mee hoor. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nee hoor, helemaal niet.